Julie Bruinings, D66. Nou, deze man nog even 40 miljoen uitgeven. Nee, ja, even. Een soort goede tijden, slechte tijden, cliffhanger van Cambuur voor de zomer. Doen ze het of doen ze het niet? Maar even serieus, u heeft naar het plan gekeken. Wat vindt u ervan? Nou, we hebben naar het plan gekeken. We hebben vanochtend stukken gehad. Dus wij moeten even heel goed gaan kijken wat de financiële consequenties zijn. Maar natuurlijk zijn we hartstikke blij dat er een doorbraak is op dit dossier. En ja, een lening in plaats van een bijdrage. Ja, dat is interessant om naar te kijken. Ja, maar het blijft wel 14 miljoen wat de gemeente even op moet hoesten. En ik zou zeggen, niet kan uitgeven aan zorg of een bibliotheek of een zwembad. Nou, gelukkig is het niet zo zwart-wit, hè? Want wij lenen zelf dat geld voor 40 jaar. En wij verdienen er ook wat op als we 40 jaar het uitlenen aan Cambuur. Of eigenlijk aan Van Wijn, hè, WTC-ontwikkelaar. Maar we moeten wel kijken wat voor consequenties dat heeft voor de financiële positie van de gemeente. En dat moet heel erg onder tijdsdruk. Ja, want het moet al 7 juli besloten zijn. Ja, en daarom mijn grapje aan het begin, dat was vorig jaar ook. En we zijn ook wel een beetje bang dat dat een soort jaarlijkse traditie gaat worden waar we eigenlijk niet op zitten wachten. Want je wil zo'n besluit wel zorgvuldig nemen. Maar nogmaals, we zijn heel blij dat er een concreet plan nu ligt. En dat het erop lijkt dat we door kunnen met de gebiedsontwikkeling. Ja, en er wordt dan ook gelijk al een voorschot genomen ook op de ontwikkeling bij het nieuwe Cambuurstadion. Wat vinden jullie daarvan? Ja, mooi. Kijk, het zijn natuurlijk twee dingen, hè? En dat zit zo erg aan elkaar vast. Het is de hele ontwikkeling van Nieuw-Oud-Oost, dus waar het Cambuurstadion nu staat. En natuurlijk het gedeelte achter het WTC. En daar staan nu twee hele mooie supermarkten en een, nou ja, nog een half evenementencentrum. En daar moet gewoon wat gebeuren, los van het Cambuurstadion. Maar je bent in ieder geval blij dat er weer schot in de zaak zit. Jazeker. En iedereen wist dat dit eraan zat te komen omdat de deadlines naderden. Dus ja, natuurlijk zijn we blij. Maar het is nog niet zo even van tekenen bij het kruisje. We gaan ons eerst even verdiepen in de consequenties de komende week.